De onderwerp dat de kracht van kennis dus goed illustreert is afvalwater. En afvalwater is niet iets wat om weg te gooien, maar vooral om opnieuw te gebruiken. En het is daarmee ook heel erg waardevol. Dankzij technologie kunnen we dus inderdaad van alles daarmee. En dat moet natuurlijk ook wel vanwege de circulariteit. En het is een uitdaging, want die uitdaging zit ook in iets anders. Ervoor zorgen dat iedereen de noodzaak ziet van hergebruik. We gaan het erover hebben met drie gasten die ik graag aan u voorstel. Allereerst Rien de Ridder, beleidsadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland. Dan Huib Reinaerts, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en programmaleider van het project Aqua Connect. En dat gaat over het hergebruiken van water. En tot slot Cora Uiterlinde, programmamanager afvalwaterzuivering bij STOA. En u kunt thuis trouwens ook vragen stellen via de chat. En formuleer het helder en kort en zet er ook bij aan wie u de vraag wilt stellen. En dan zal ik kijken of ik die inderdaad hier via mijn laptopje of mijn iPad nog kan stellen. Rien, voor we verder praten, even ter introductie. Wat heb jij met STOA? Ik ben onder andere lid van een programmacommissie van STOA. Dus als waterschapper met mijn collega waterschappers geven we invulling aan het onderzoeksprogramma van de STOA. Op vlak van water, gebruikt water. Dus dat is één onderdeel. En op dit moment ook heel actief met het onderwerp afvalwaterprognoses. Het goed in beeld brengen hoeveel afvalwater komt er nou binnen en ook zeker naar de toekomst toe. En daar loopt ook een programma waar wij samen met het waterschapshuis die verbinding proberen te maken om een beter grip te krijgen op die prognoses. Ook omdat er allerlei andere vraagstukken gaan spelen waar we goed moeten weten hoeveel afvalwater we hebben. Ja, wat zegt de prognose? Of wat kan dat zeggen? Er zitten verschillende indelingen. We groeien natuurlijk, hè. Er komen nog steeds woningen bij, dus er komt meer afvalwater. Maar goed, er zit ook meer water, andere stromen van water die je misschien wel niet op de zuivering wil hebben. Dus inzicht hebben hoe dat functioneert, dat helpt bij het beantwoorden van allerlei andere vraagstukken, zoals klimaat, medicijnenverwijdering, et cetera, et cetera. Ja, goed, daar gaan we het over hebben. Huub Reinaerts, wat is vanuit de optiek van de Wageningen Universiteit nou precies de betekenis van STOA? Nou, ik denk dat als opvolger van Thales van Mileten, een aantal generaties denk ik, doen wij natuurlijk onderzoek vanuit de universiteit aan waterzuiveringstechnologie. En STOA is voor ons de verbinding met de praktijk. Hè? Dus de vraagsturing vanuit de praktijksituatie. Toegepast onderzoek, maar voor ons ook weer doorvertalend naar ons meer fundamenteel onderzoek van welke nieuwe technologieën, welke nieuwe benaderingen zijn er nu nodig om tot oplossingen te komen. En daar zijn wij al decennia in samenwerking met STOA mee bezig. Dus STOA is super belangrijk voor ons. Ja, goed, fijn om te horen. Ja, Cora, jij werkt bij STOA en vindt het ook fijn om te horen, neem ik aan, wat u zegt. Ja. Je bent programmamanager afvalwaterzuivering. Voordat we daarover gaan hebben, want daar gaan we het uitgebreid over hebben, hoe ben je ooit bij STOA terechtgekomen? Ik ben via de advieswereld en via de provincie Utrecht uiteindelijk en een waterschap bij STOA terechtgekomen. Dus ik heb eigenlijk al mijn hele leven al zit ik al in het afvalwater en nu al geruime tijd bij STOA. En dat maakt dat het is een heel dynamische en afwisselende functie die ik heb. Ik vind het heel mooi om bij te kunnen dragen aan het mooie werk van de waterschappen. En ik heb contacten met, Joost die zei het net ook al, hè, met adviesbureaus, de universiteiten, ZZP'ers. Eigenlijk iedereen die maar een bijdrage kan leveren, daarmee werken we samen. Dus dat is een hartstikke inspirerende werkomgeving. Ja. Nou hebben we het dus over afvalwater, maar er gebeurt van alles met afvalwater. Klopt die term dan eigenlijk nog wel? Nou, eigenlijk is het beter om te praten over gebruikt water. Het is niet altijd afvalwater. In gebruikt water zitten heel veel waardevolle componenten die we graag een nieuw leven willen geven. Het water zelf met de huidige technieken of met nieuwe technieken die we nu aan het ontwikkelen zijn, kunnen we microverontreinigingen, bijvoorbeeld medicijnresten, verwijderen. En kunnen we echt een hele mooie, waardevolle waterstroom produceren. Maar er zijn ook heel veel grondstoffen uit dat gebruikte water te halen. Zoals bijvoorbeeld cellulose of fosfaten voor kunstmest. Of allerlei biopolymeren, ook met afvalwater, met gebruikt water. Dus uiteindelijk is gebruikt water een hele mooie, waardevolle
alle basis voor de circulaire economie. En waar waterschappen ook wat mee kunnen. En daarnaast kunnen we ook nog afvalwater inzetten om energie ook te benutten. Dus een bijdrage aan de circulaire economie. En op welke manier kan dat dan, energie? Nou, op het moment als we met het zuiveren van afvalwater, voorheen kostte dat heel veel energie. Door de processen die we gebruikten. Door een andere inzet van de processen kunnen we ook energie produceren. Hè, bijvoorbeeld door meer biogas te maken met het vergisten van zuiveringsslip. Nou, er zijn nu zuiveringen die meer energie produceren dan dat ze zelf gebruiken. Nou, die noemen we dan energiefabrieken. En nou, daarmee leveren we een bijdrage. Ja, las ik nou ook dat er waterstof uit slip kan worden gehaald? We kunnen ook waterstof produceren. Dat is de toekomst, toch? Met energie kan je waterstof produceren. Daarbij komt ook weer zuurstof vrij, wat je ook weer kan benutten in de zuivering. Dus dat is ook een hele mooie ontwikkeling, al die innovaties. Ja, afvalwater is eigenlijk gewoon heel rijk water. Ja, zeker. Ja. Ja. Moet uit het verdomhoekje. Zeker weten, ja. Ja, Rien, jullie zijn als waterschap hier ook heel erg opgespitst. Waarom eigenlijk precies? Nou ja, eigenlijk zoals Cora dat net aangeeft. Hè, voorheen keken we naar afvalwater van dat is vies en dat moet schoongemaakt worden. Dat moet naar het oppervlaktewater. En ontstaat nu een andere van nee, afvalwater is een grondstof, is gebruikt water. Daar kunnen we wat mee. Kunnen we elementen uithalen, energie, grondstoffen. Daar kunnen we wat mee. En we houden ook nog water over. En daar kunnen we ook nog wat mee. Zeker gezien de klimaatverontwikkelingen. Hè, droogte, dat heeft een effect, zeker in Oost-Nederland. Ja, dan kun je dat water ook weer benutten. En nou ja, het meest utopisch is natuurlijk uiteindelijk dat je een soort zero-lozing hebt en alles benut. En dat er niks overblijft, dat het gewoon allemaal weer opnieuw hergebruikt wordt. Hergebruikt. Ja, precies. Zoals water normaal ook een circulair of een kringloop is. Hè. Dat zou voor de keten idem dito moeten zijn. Ja. Zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn, inderdaad. Zeker inderdaad met de klimaatverandering. Ja, Huub, jouw onderzoeksprogramma is een samenwerking met heel erg veel partijen om dat hergebruik te bevorderen. Waarom is dat voor die partijen zo belangrijk? Ja, die partijen die zien ook dat we dus Nederland moeten veranderen. Hè. Nederland is nu nog steeds een waterafvoerend land. We het water gebruiken we één keer, zuiveren nog voor het grootste deel. En vervolgens zit het binnen een dag in de Noordzee en zijn we het waardevolle zoete water kwijt. Nou, dat moet veranderen en dat betekent dus dat we het water moeten vasthouden. Dus als het één keer gebruikt is, moet het naar een nieuwe gebruiker. En die verbinding, om dat te doen, is, ja, klinkt eenvoudig, maar is heel ingewikkeld. En daar moeten we dus nieuwe kennis voor ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet zonder al die partijen die daar een rol bij spelen. Dus de aanbieders van het water, de waterschappen en in samenwerking met STOA. Maar ook de gebruikers van het water, de landbouw, de natuur, de industrie. Uiteindelijk zelfs drinkwatermaatschappijen. Dus die verbinding maken tussen aanbieders en afnemers van water, daar is heel veel nieuwe kennis voor nodig. Ja, en die kennis die zit op een aantal vlakken. Eén vlak is nieuwe technologie ontwikkelen, omdat we water op kwaliteit, op een bepaalde kwaliteit moeten leveren. Hè. Dus de natuur heeft een andere kwaliteit nodig dan de boer of de industrie enzovoort. Dus water op maat, kwaliteit, dat is één ding. Dus nieuwe technologie. Nederland is supergoed in het ontwikkelen van nieuwe technologie, maar er moet nu een nieuwe generatie van technologie ontwikkeld worden. Dat doen wij in dat Aqua Connect-programma. Mm-hmm. En het tweede is die verbinding maken met infrastructuur. En wij noemen dat met een fancy term smart digital water grids. Dus het verbinden van aanbieders en vragers van water met nieuwe infrastructuur. Eigenlijk de derde laag van de infrastructuur. We hebben de drinkwaterinfrastructuur, we hebben de riolering en de waterzuivering. En nou moet er een verbinding komen tussen aanbieders en vragers. En dat moeten we smart doen, dus met nieuwe digitale technologie ondersteund. En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. En dat doen wij dus in dat Aqua Connect-programma, die twee technologische ontwikkelingen. Er zijn nog andere dingen nodig, maar dat... al die technologische ontwikkelingen is er natuurlijk ook behoefte aan sociale onderzoeken, maar ook economisch. Precies. En juridisch, de governance-vraagstukken. Er zijn nog zoveel meer items die nader onderzocht moeten worden.
Ja. En dat zit uiteindelijk ook allemaal in het Aqua Connect project met al die partijen waar we mee gaan samenwerken. Ja. Want het zit niet alleen maar in de technici dus. Nee, er is nog zoveel meer nodig. Wil jij die techniek en die technologie goed laten landen, dan gaat het uiteindelijk ook om de mensen en de structuur daaromheen die we met z'n allen organiseren. Ja. Rien, we hoorden Bas net zeggen over wat er allemaal uit afvalwater gehaald kan worden. En dat ze in Chicago erachter kwamen dat het niet de arme mensen waren die cocaïne gebruikten, maar juist in de rijke wijken dat het gebeurde. Want afvalwater levert ook informatie op. Ik las daarover dat ook in Amsterdam, ik geloof dat Amsterdam de meeste drugsresten bevat. Ja. Volgens mij van Europa of zo. Dus je kan ook heel veel informatie halen. Ja, zeker. Afvalwaterdata en de informatie die je uit afvalwater kan halen, die speelt ook een hele belangrijke rol. Aan de ene kant om, wat ik net schetste, die prognoses te kunnen maken. Maar ook hele andere invalshoeken als drugs, maar ook het hele dossier COVID. Daar hebben de monitoring van het afvalwatersysteem natuurlijk bijgedragen aan inzicht hebben van waar zitten die COVID-bronnen en hoe kon je daarmee handelen. Dus dat is ook een ontwikkeling die we zien, dat steeds meer gaat spelen. Data science is dan ook zo'n woord, hè, wat we steeds roepen. Ik zeg altijd, dat is het verbinden van allerlei afvalstromen of datastromen op afvalwater gericht. Maar ook hele andere datastromen die samen veel meer inzicht geven hoe we dingen kunnen analyseren en kunnen programmeren. En we hebben tegenwoordig natuurlijk technieken om heel veel data te kunnen opslaan. Vroeger was dat veel minder, maar dat kan tegenwoordig met die snelle computers veel makkelijker. En dus beter analyseren ook waarschijnlijk. Ja, en sneller en veel duidelijker en dus nauwkeuriger, zeg maar. Ja, ja. Want het lijkt mij sowieso heel erg dynamisch wat jullie allemaal doen. Dynamisch vakgebied. Maar voor jullie als waterschappen spelen jullie daar ook absoluut een rol in. Jazeker. En op al dit soort vlakken zijn we constant in beweging. Hè? Om de traditionele rol van zuiveraar of afvalwaterverwerker, gesprekken met omgeving, gemeenten, bedrijven. Hoe vullen we afvalwaterproblemen op? Die hele data, dat is weer een heel ander vakgebied, zeg maar. Nou, wat Cora net zag, sociale innovatie, acceptatie. Ik bedoel, stel dat wij van afvalwater drinkwater maken. Ja, dat moet je misschien goed uitleggen. Nou, dat soort dingen, dat speelt allemaal mee. Dus het werkveld wordt alleen maar breder en breder en interessanter en interessanter. Ja, ik kan me voorstellen, Huub, dat het onderwijs daar ook een hele belangrijke rol bij speelt. Ja, dus we zijn als hoogleraar, hè, moet ik eigenlijk een streep zetten onder leraar. Hè. En dat betekent dat wij onderwijs geven en dat we dus studenten aan de universiteit op bachelor- en op masterniveau, maar uiteindelijk ook op PhD-niveau. Hè, dus nog een tree hoger. En een onderzoek dat wij heel veel mensen opleiden. Jonge mensen die uiteindelijk beschikbaar komen voor de watersector. En dus ook voor de waterschappen en de drinkwatermaatschappijen en organisaties als STOA. En ik ben super trots dat ik zo'n baan kan vervullen. En dat ik onderzoek kan doen en dat ik met jonge mensen kan opleiden voor de watersector hier in Nederland, maar niet alleen in Nederland, voor de hele wereld. Dus we werken met studenten die uit alle windstreken afkomstig zijn. Dus hoe sexy is water? Super sexy op het moment. Nee, we hebben groeiende aantallen studenten. Iedereen in de wereld, maar ook in Nederland, ziet dat het sluiten van kringlopen en duurzaamheid en klimaatproblemen met water als verbindend element essentieel is. Dus je ziet steeds meer studenten die daarin geïnteresseerd zijn en gaan investeren in een opleiding en dat super interessant vinden om daar in af te studeren en een carrière te vinden. Dus ik ben eigenlijk ontzettend positief daarover. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is zo leuk om met nieuwe, jonge mensen te werken in onderzoek en onderwijs. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat je kan doen. Nou, hebben we hier ook een tafel vol met jonge mensen. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Tot slot, Cora, ik krijg voor jou een vraag binnen via de chat. Worden er ook de juridische aspecten onderzocht van gebruikt water? Bijvoorbeeld van wie zijn de grondstoffen die erin zitten? Ja, dat gaat allemaal onderzocht worden. Want het lijkt zo vanzelfsprekend. Het afvalwater dat via de riolering komt, dat bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht. En daar kunnen de waterschappen uiteindelijk grondstoffen weer uit winnen. En uiteindelijk worden die ook weer afgezet voor en nuttig toegepast. En dat wordt ook door de waterschappen
Nou, soms afgezet tegen kosten. Dus in die zin worden daar inkomsten mee gegenereerd. En die zijn dus voor de waterschappen? Voor nu wel, ja. Ja. En dan wordt natuurlijk wel gekeken, ook naar bredere context. Zeker op het moment als je ook water gaat afzetten. Van hoe dat ook geregeld kan worden. Ook in relatie tot de drinkwaterbedrijven. Andere partijen die daar op die markt zich ook begeven. Ja. Tot slot, om dit af te sluiten. Want dit is allemaal heel erg interessant. Volgens mij kunnen we ook uren hierover doorpraten. Maar nog even over terug naar STOA. Want dat is toch de jubilaris van deze dag. Van dit jaar ook. Ja, het zuiveren van afvalwater is vast niet het enige waar jullie mee bezig zijn. Nee, er zijn vele aspecten. Dit is er maar eentje van. Hè. Ik ben de programmamanager afvalzuiveringssystemen. We houden ons ook bezig met de waterkeringen, de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, de waterkwantiteit. Dus er zijn vele aspecten binnen STOA die we proberen te adresseren. Eigenlijk alle taken van de waterschappen proberen we te beslaan. Dus dit is maar een klein gedeelte. Waar heel veel aspecten aan te ontdekken zijn. En de komende tijd gaan er ook nog heel wat nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Dus voorlopig zijn we nog niet klaar, hoop ik. Nee, hou het vooral in de gaten allemaal thuis, ja. Bij jullie ook. Nou, dank jullie wel, Cora, Huub en Rien. Wou je bijna Rieners noemen. Ja, dat gebeurt ook wel. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan.